Welkom bij het YouTube kanaal Crypto Focus en leuk dat jullie weer kijken. Vandaag weer een nieuwe video en vandaag gaan we het hebben over de trading bot die we hebben draaien op Bybit en die draait op uh, leverage, oftewel met futures. We gaan deze video eigenlijk echt stap voor stap behandelen hoe je de bot opzet en ja, hoe alles in zijn werking gaat. Ik heb in de vorige video, in deze video, precies laten zien wat mijn settings zijn, eigenlijk mijn twee top favoriete settings, uh, wat die zijn en hoe ze werken. Alleen er waren toch nog een hele hoop vragen. En die vragen waren vooral gericht op ja, hoe je het toch uiteindelijk moest opzetten. Want dat heb ik niet laten zien in de vorige video. Waar je de leverage instelt, dat was voor heel veel mensen onduidelijk. Nou, al dat soort dingetjes gaan we echt stap voor stap in deze video behandelen. Dus laten we maar gewoon gelijk beginnen. Oké, okay, als allereerst natuurlijk. Wat je wil doen is uh, heel simpel een Bybit account aanmaken. Omdat je die nodig hebt om uiteindelijk met leverage te gaan traden. Um, ja, als allereerst, dus een, een account aanmaken, dat is geheel aan jezelf. En ja, daar ga ik voor de rest geen uitleg over geven. Ik mag hopen dat dat in ieder geval duidelijk is. Mocht je dat gaan doen trouwens, ja, wil je mij supporten? Maak dan gebruik van mijn Reflink. Dat wordt heel erg gewaardeerd. En je haalt er zelf ook altijd wat extra voordelen uit. Want je krijgt altijd uh, wat extra's als je mijn Reflink gebruikt. Oké, okay, dat gezegd hebbende, en als je eenmaal een account hebt aangemaakt, dan wil je naar 3 comma's gaan. En dan wil je hier linksbovenin op My Exchanges klikken. Hier moet je uiteindelijk de Exchange en de API keys gaan toevoegen. Nou, je zorgt in ieder geval dat je hier zo op klikt en dat je bijbit klikt, zodat je bijbit kan toevoegen. Je zorgt dat je het een naam geeft, zoals bijvoorbeeld gewoon bijbit Of als je het een andere naam wil geven, vul wat in. Dan wil je weer teruggaan naar Bybit. En dan wil je hier op het poppetje klikken en dan wil je op API klikken. Als je hier eenmaal bent, dan klik je op Create New Key. En hier is het heel belangrijk dat je Connect to third parties klikt. Je klikt hier op drie comma's. Drie comma's, uh, daar ga je dus mee connecten. Nogal logisch, want dat is het trainingbot die we gaan gebruiken. Zorg dat je hier positions en orders aanklikt en zorg dat je op conform klikt. Als je dat eenmaal hebt gedaan, dan komen er twee API keys naar voren. Eén, um, even kijken, we kunnen gelijk hierheen. Eentje die heet gewoon API keys en de andere is de secret keys. Ja, zorg dat je die twee hier invult en klik op connect. Zo simpel is het. Meer is het niet. Op dat moment is jouw 3-bot uh, verbonden aan jouw ByBit-account? Nou, mocht je dat gedaan hebben, dan even kijken, ben je natuurlijk verbonden, maar dan is er nog, gaan er nog geen trades plaatsvinden. Waarom niet? Omdat je natuurlijk nog settings moet gaan invullen en uiteindelijk ook echt um, ja, iets moet gaan ontwikkelen waarmee jij happy bent, zodat jouw bot gaat traden. Nou, als je dat dus uh, wilt doen, dan zijn er een paar opties. Je kan bijvoorbeeld al naar deze vorige video van mij kijken waarin ik mijn settings deel. Je kan die geheel overnemen en nogmaals geheel je eigen risico. Ik ben niet verantwoordelijk voor, ja, voor de winsten of de verliezen die je daarmee behaalt. Tot nu toe heeft mijn bot nog altijd een 100% winrate. Maar ja, nogmaals, mijn behaalde resultaten geven geen garantie voor in de toekomst. Wat je wel kan doen ook is bijvoorbeeld mijn settings pakken en daar verder aan gaan tweaken. Nou, wil je weten hoe je dat allemaal kan doen, dan wil je ook deze video zien. Want daarin vertel ik ook echt hoe je zelf settings kan ontwikkelen, kan vinden... En wat ook gewoon heel belangrijk is, um, jouw tradingbedrag, uh, zeg maar het bedrag wat jij uh, beschikbaar hebt op de exchange waarmee je kan gaan handelen, daar moet je natuurlijk wel passende settings bij vinden. En die kan je, zeg maar, je kan wel mijn settings overnemen, maar je wil wel weten of het bedrag wat jij op Bybit hebt staan, of dat ook uh, haalbaar is met die settings. Nou, wil je dat... Um, Controleren, dan wil je deze twee video's ook echt even bekijken hoe dat werkt en ja, of, dus, of jouw geldbedrag, jouw bedrag wat je op de Exchange hebt staan, ook haalbaar is met mijn settings of met de settings die je zelf gaat ontwikkelen. Dus nogmaals, zorg dat je deze twee video's echt bekijkt en dat je weet wat je aan het doen bent. Nou, als je dat allemaal hebt gedaan en je wilt dus die settings uh, gaan invullen en de, de bot echt gaan creëren, dan klik je natuurlijk heel simpel op Create DCA Bot. En dan kan je alles gaan invullen. Als we dan dat allemaal gaan doen, dan zijn dit voor even, uh, de, ja, voor het makkelijke. Dit zijn mijn settings en uh, die kan je dus, wat ik al ma meerdere malen heb gezegd, overnemen of je eigen settings gaan invullen. Maar er zijn een paar hele kleine dingetjes, maar wel heel belangrijk die je wilt doen. Oké, okay, ja, je geeft natuurlijk je eigen bot een goede naam, zodat je herkent uh, wat voor bot het natuurlijk is. Je zorgt dat je het juiste pair aanklikt en je zorgt natuurlijk dat je de juiste exchange aanklikt. Als je dat hebt gedaan, dat je de juiste hoeveelheden invult waarmee je wil gaan traden. Nou, als je dat hebt gedaan, ga je weer verder naar beneden. En dat is een hele belangrijke. Je wilt hier leverage typen, wil je zorgen dat je die op cross zet. Nou, wat je dan ziet, is dat je voor de rest geen leverage hoeveelheid kan invullen. En daar komt het meest belangrijke misschien wel. Die vul je zelf in op de exchange. Dus je vult hierin de leverage, hoeveel je, met, hoeveel je wilt gaan traden. En je vult hierin zelf de cross ook weer. Dus je klikt hierop en je ziet je cross of isolated. Zorg dus dat hij ook echt op cross staat. En zorg dat je je leverage op de hoeveelheid leverage zet waarmee jij wilt gaan traden. Voor de mensen die hiervan schrikken, ik weet het. Hij staat op 50x. Het lijkt heel veel. Het is ook heel veel. Maar de settings zijn hierop ontworpen dat dit kan. Omdat ik de eerste paar trades of de eerste trades waarmee je begint met deze bot zijn heel klein en minimaal. En waardoor we dus op het moment dat we gaan DCA'en, we gaan onszelf inlagen, hè, inkopen. Wanneer de prijs zakt, dan worden de bedragen steeds wat groter en wat groter. Nogmaals, de settings werken. Ik snap dat misschien je mensen van schrikken. Maar kijk dan even de voorgaande video's en dan wordt alles wat duidelijker. Maar in ieder geval, op de manier hoe ik het gebruik, is dit redelijk verantwoord. En natuurlijk, er zijn altijd risico's aan verbonden. Maar dat zijn risico's die ik accepteer en die ik durf te nemen. Dat is iets wat je voor jezelf moet overwegen. Maar nogmaals, als je dus dit hebt gedaan, je hebt cross aangezet en je hebt 50x hier ingesteld of een andere leverage hoeveelheid, dan kan je weer verder gaan naar je bot en verder instellen. Nou, hier je take profit invullen en natuurlijk de settings zoals jij denkt dat de bot optimaal kan gaan draaien. Als je dat allemaal hebt gedaan en hebt ingevuld, dan klik je op save. En dan druk je eigenlijk op start en gaat de bot aan de slag voor jou. En aan de hand van wat jouw uh, deal start condition is, zal de bot uh, gaan beginnen met treden op het moment dat daar ook echt um, het signaal uh, getriggerd wordt omdat ja, het signaal het juiste signaal heeft gekregen. Dat is eigenlijk hoe je de bot opzet. Er waren een hele hoop vragen over waar je dan die cross en die 50x aan en nogal wat andere kleine dingetjes. Nou. Ik hoop dat deze video het een stuk duidelijker heeft gemaakt. In dit geval dan. Uh, het is een korte video, maar ik denk dat het even een video, no ja, een video was die nodig was. Zodat er voor een hoop mensen het even wat duidelijker is. Hoe je dan ook echt zo'n bot kan opzetten. Niet verkeerd, even een kort, krachtige, duidelijke video. Hoe je dus een bot opzet op bijbit. Dit is dus de manier. Mocht je toch nog vragen hebben, ben ik toch nog iets vergeten of is het toch nog iets niet duidelijk, dan ben je altijd welkom in Discord te joinen. Of je bent altijd welkom om vragen onderin de video te stellen en ja, ik beantwoord eigenlijk altijd alles wel. Tenminste, daar doe ik in ieder geval mijn best voor. Um, dus dat was het eigenlijk van mij uit. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie weer in de volgende video.